tegen mezelf in het parcours. Een strijd tegen jezelf en tegen het parcours? Ja, inderdaad. De golven op het water. Dat was niet onderschatten. Oriëntatie was moeilijk. Maar om nog maar 3 dagen in het zwembad te zwemmen, ben ik toch tevreden van het zwemmen. En aan het fietsen, ja, was... Ik had het parcours verkend vorige week en ik wist dat ik op de eerste klim niet alles mocht geven, omdat er nog veel te wachten stond. Maar dan uiteindelijk goed gedoseerd, een beetje drinkbus leeggegoten omdat het te zwaar was. En dan in het lopen was het ook een strijd tegen de wind langs een dijk eerst. En na het keerpunt had ik gezien dat mijn ploegmaten op 2 en 3 liepen. En dat voor mij de voorsprong toch groot genoeg was om rustig uit te bollen. En ik ben heel tevreden met die eerste wedstrijd nu en de eerste overwinning toch. Hoe is het om te finishen met helemaal geen supporters rond je? Ja, toch speciaal hè. Langs de kant op het fietsparcours stonden wel af en toe wat mensen te supporteren, maar ja, we komen hier ook off-road en ineens is de boog daar. Maar ja, kijk, het is niet anders, maar ik vind het leuk om toch nog een wedstrijd te doen. En op naar volgende week voor de T3 in Willebroek. Hè. Ja. En nu supporteren voor de broer voor de tweede of derde toch? Als ze binnenkomen, ja, het zal spannend zijn. Ze liepen nek aan nek. Ik weet niet of ze het elkaar lastig gaan maken gedurende de ganse 5 kilometer. Of dat ze het tot de sprint gaan afwachten. Want het is single track de laatste halve kilometer. Dus ik ben benieuwd hoe dat er eerst door de bocht komt. Maar proficiat, jij bent de winnaar van de eerste post-corona triathlon. Ja, dat klopt, dankjewel.